5, 4, 3, 2, 1. Yay! Waarom zijn deze zonnepanelen hier bij Twente Milieu geplaatst? Nou, wij willen als coöperatie willen wij graag in Enschede helpen om de duurzaamheid te vergroten. En daarvoor zochten wij projecten. En Twente Milieu was een van de eerste partijen die zich aanmelden om een project met ons te doen. En dat klikte goed met Twente Milieu. Nou, het is natuurlijk een hele mooie locatie qua bezonning. Dus het is een hele gunstige locatie. En het ligt ook mooi aan de snelweg. Dus het is een locatie die ook opvalt. Het is een goede PR-locatie, zou je kunnen zeggen. Wij werden een jaar geleden benaderd door de gemeente Enschede. Die met hun Enschedese Energiecorporatie wilde beginnen. Of wij mee wilden werken daaraan. En dat doen we natuurlijk graag. Twente Milieu is een bedrijf wat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Dus we zijn blij dat ze bij ons kwamen. En waren natuurlijk helemaal trots dat die zonnepanelen bij ons op het dak mochten. Nou, we gaan hier ongeveer 200.000 kilowattuur per jaar opwekken. Dat is ongeveer 65, 70 gezinnen kunnen van deze stroom gebruik maken. En belangrijk is ook dat wij 360.000 kilo CO2 minder uitstoten door deze installatie. Dus op die manier dragen we ook bij aan het milieu. Nou, deze stroom gaat voor een deel hier naar Twente Milieu. En verder gaat die hier op het net. En leden van ons kunnen daar gebruik van maken. We hebben eerst met elkaar gekeken hoeveel ruimte er zou zijn, hoe we de panelen neer zouden kunnen zetten, op welke plekken. En hebben toen samen met de Energiecorporatie een plan ontwikkeld. En dat heeft geleid tot dit prachtige park, zoals je hier kunt zien. We hebben op dit moment 40 projecten ongeveer waar we mee in gesprek zijn of gaan, waar we ook panelen kunnen gaan plaatsen. En dat is een aantal op daken, onder andere hier in deze omgeving. Maar ook op daken in de stad. Er is een grote school die met ons in zee wil gaan. We zijn met een aantal boeren in het buitengebied in gesprek, samen met de coöperatie voor het buitengebied. En we zijn ook met het waterschap in gesprek over een vijver, waar we misschien drijvende panelen op kunnen gaan realiseren.